Ja, extreme omstandigheden hebben we ook bij de plenaire introductie gezien. Dan denk je al snel aan ijsbakken en springen vanaf 10 kilometer hoogte en dat soort zaken. Doe je toch veel dichterbij, zou je de nacht ook als een soort al extreme omstandigheid kunnen zien. Hè? Dus als je je voorstelt, onze ogen zijn eigenlijk gemaakt om goed overdag te kunnen zien. Maar 's nachts laten ze toch gewoon de steek. Hè? Dus de oermens die ging 's nachts gewoon slapen en hoopte dat hij de volgende dag weer wakker werd. En nog steeds zit er iets in je dat je je niet helemaal prettig voelt. Dus als je hier middernacht loopt in zo'n steekje, en wie kan dan met hand op het hart zeggen dat hij zich helemaal happy, veilig en safe voelt? Maar tuinman is er niet, dus die kende geen angst meer. Maar iedereen hebben dat een beetje. In de huiselijke sfeer heb ik dat opgelost. Vrij eenvoudig. Je doet de ramen dicht. Je doet lekker veel licht aan. En dan lijkt het net alsof het weer dag is. Zo'n oplossing is niet altijd mogelijk. Heb je een klein filmpje? Een klein filmpje. Dat helaas niet meer werkt. Nou, jammer. Hier was het filmpje, misschien kennen jullie het, van Science of the Lambs. En dat is Julia Roberts in de kelder zit, helemaal in het donker met een pistool. En een van de slechterikken zit met nachtzicht achteraan, ziet elke beweging van haar. Zij ziet hem totaal niet, zij moet er een beetje op de tast werken. En uiteindelijk wint ze het natuurlijk. Maar ook in militair speelt natuurlijk dag- en nachtritme altijd een grote rol gespeeld. In de Tweede Wereldoorlog had je bijvoorbeeld een Engelse generaal, Frederick Pyle. En die had zijn troepen alleen maar 's nachts laten trainen. En dan en overdag laten slapen. Hè, om zo aan dat nachtritme gewend te raken. En had daardoor een beduidend tactisch voordeel door 's nachts ook zijn operaties uit te voeren. En Mark Owen beschrijft het ook, een Navy SEAL. In zijn boek, ze in Afghanistan en Irak werkte alleen maar 's nachts. In dit geval ook om het voordeel van een nachtzichtapparatuur optimaal te benutten. Hè? Net zoals dat filmpje wat ik jullie helaas niet heb kunnen laten zien. Jij ziet ze wel, maar je wordt niet gezien. Wat natuurlijk een enorm tactisch voordeel is. Nachtzicht wordt algemeen gebruikt voor twee begrippen. De ene is beeldversterkend. En daarmee gebruik je de allerlaatste fotonen die altijd nog wel aanwezig zijn. Die versterk je om zo toch weer voor een oog zichtbaar licht beeld te krijgen. En de andere is thermisch. Thermisch, als je die serie ziet waar dan met politiehelikopters achter vluchtende criminelen wordt aangezet, dat zijn vaak thermische camera's. Thermisch maakt de warmte zichtbaar. Is een andere technologie en zit wat verder af van het menselijk zien, zeg maar. Hè, bijvoorbeeld is het ook best moeilijk. Je kan iemand heel duidelijk zien, hè, een persoon hier of die auto hier, omdat ze lekker warm zijn. Hè, maar je kan moeilijker zeggen wie dit is. En ook al zou ik zo'n thermische opname van u maken, is het moeilijk voor uw kennis en vrienden om te zeggen, oh, daar ben jij. Ik ga het hebben over beeldversterkend nachtzicht. Onder andere omdat het bedrijf waar ik voor werk, Photonis, is ondertussen het werelds grootste bedrijf die beeldversterkers maakt. Om zo'n nachtzichtkijker zoals dit te hebben, heb je dus de optiek nodig en de mechanica, een soort verrekijker, plus de beeldversterker. En de beeldversterker versterkt het uiteindelijk. Dan heb je een nachtzicht. Photonis, bedrijfje van 1000 man hebben we. In onze Nederlandse fabriek zit in Rode in Drenthe. Geeft de werkgelegenheid aan 300 man. Zit ook een heel stuk van de ontwikkeling. Andere grote fabriek zit in Frankrijk. En samen bedienen we de wereldmarkt die voor ons exportabel is, zeg maar. Het beeld wat je typisch ziet is zoiets. Hè? Het is zwart-groen, dus monochroom, één kleur. Het druist een beetje en ik zal u later ook wat opnames daarvan laten zien. Al eerst even kort, heel kort vertellen. We zitten tenslotte in een technische sessie hoe zo'n ding nou werkt. Helaas weten we nog geen methode om licht direct te versterken. Dat zou het mooiste zijn, hè? Dat je gewoon licht komt, je versterkt het, er komt meer licht uit. En je kan zoiets heel misschien eenvoudig klein dun kunnen maken. Maar die technologie kennen we nog niet. Dus wat er gebeurt, is dat je met drie componenten het beeld versterkt. De eerste
de fotokathodes worden de inkomende, het inkomende licht wordt omgezet in elektronen. He, met elektronen kunnen we veel meer doen natuurlijk. Elektronen worden in een tweede component, dus een dunne glasplaat, die worden vermenigvuldigd. En tenslotte maakt het derde stuk, dus een fosforschermpje, maakt er weer licht van. En zo maak je van totale versterking, he, van licht, elektronen, meer elektronen, meer licht. He, totale versterking maakt zo'n 10.000 keer meer licht aan de uitgangskant. Daar een filmpje, nou hou ik mijn hart even vast of deze wel werkt. Ja, of ik heb de methode niet hoe ze te laten werken. Maar dan ga ik hem toch even terughalen. Dat is toch zonde als we helemaal geen filmpjes zien, toch? Ja, maar dat laat het filmpje net zo mooi zien. Dus ik wou hem toch even opzoeken. Heb je het filmpje lokaal staan? Of is het een linkje naar de... Het is een linkje. Kijk hier. Hoppij. Tadaap. Nee, de Silence of a Lamp die moet dan maar via Netflix of zo. Dus wat er gebeurt, komen fotonen binnen. De fotokathode die maakt er elektronen van. He, dat is een converter, dat is een zonnecel, zeg maar. Dan heb je een klein glaas schijfje waar miljoenen kanalen in zitten. En elk kanaal, zonder dat de positie verloren gaat, laat de elektronen vermenigvuldigen tot een paar honderd of een paar duizend keer. En dus je krijgt een hele elektronenwolk aan de uitgangskant. En dan zit er een fosforschermpje, hè, zoals vroeger in een televisie zat. Of tenminste, tegenwoordig zit er nog steeds in. He, en zo wordt dat versterkt. En dat geheel zit dan in zo'n verpakkingje van 3 bij 3 centimeter ongeveer. Was het duidelijk? Ja, het fosforscherm, hè, zoals een CRT, een beeldbuis, waar elektronen tegen een fosfor aan botsen en daar komt dan veel licht uit. Zo. Oké. Zo, dus hè, dit is nou ongeveer de situatie nu. Hè, zo'n kijker ziet er zo uit. We zijn redelijk prijzig. Hè, dan heb je het over 4.000, 5.000 euro voor een goed werkend ding. Je ziet ze ook wel eens bij de Aldi voor 200, maar dat is niet echt te vergelijken. We zijn ook groot, hè, best bulky en zwaar. Hè, en maar je krijgt wel van donker, kan je onnoemelijk veel meer details zien. Maar goed, het gaat om grens verleggen. Hè, dus nu kan je zeggen, wat zou nou de droom zijn? Hoe zouden we eigenlijk, wat zou... Nou, even wegdromen, hoe zou het er dan uitkomen te zien? Ik dacht zelf zo. Een soort Google Glass-achtig ding, hè? Lekker dun. Lekker licht ook. En wat je dan ook zou willen, dat van het donker, hè, dat je het kleurenplaatje krijgt zonder ruis. Hè? Dit zou eigenlijk het ideaal zijn. Hè, dus wat ik met u nou wou verder uitdiepen. Van hier staan we nu, dit is het ideaal. Wat is er nodig en wat kan daar en waar werken we als fotonisten, als bedrijf aan? Drie dingen. De drie belangrijkste. En beeldsterke ruis. Ja, dat willen we weg hebben. We willen zo'n brilletje opzetten. Het was donker, opeens is het licht en geen ruis. Ruis vervelend. Twee, dus nou groen-zwart. We willen een kleurplaatje hebben. En drie, dit wel eens gebruikt, zo'n ding is hartstikke zwaar. Hè, dat weegt zo'n 500 gram. Hè, dat is een half pakje melk wat je steeds voor je helm of op zo'n Google Glass werkt het ook niet. Dit valt dan van je hoofd af. Hè, dus dat zijn de drie dingen. Ruis, kleur en het afmeting en gewicht. Aan het moeilijkste beginnen, ruis. Een schemaatje die zegt hoe de lichtsterkte zich verhoudt van volle zonlicht tot helemaal heavily overcast starlight, nieuwe maan, dikke bewolking. Hè? En daar zitten, en elk streepje is een factor 10. Hè? Met andere woorden, als je vol zonlicht hebt, dan heb je een 1 met 10 nullen, 10 miljard keer meer licht dan echt in een donkere omstandigheden, waar mensen die ook hier, jongens van het leger hier in Afghanistan zijn geweest, die zitten in dat soort omstandigheden en willen nog steeds zien. Hè? 10 miljard keer minder licht. He, voor mensen die wat meer visueel zijn ingesteld. Als je denkt, de hoeveelheid water die hier van Niagara watervallen afvalt. He, per seconde of per uur, maakt niet uit. He, dat noemen we even vergelijkbaar met vol zonlicht. He, dan is de hoeveelheid licht die je hebt bij het laagste lichtniveau.
Hij is een soort slap straaltje uit een waterkraan. Hè? Die, over die verhoudingen hebben we het. Dat heeft helaas een gevolg. En dat heeft, meneer Einstein heeft dat voor het eerst gepostuleerd. Licht komt niet als een soort continu iets naar ons toe. Maar licht bestaat uit aparte deeltjes. Fotonen, hè? Als de minimum hoeveelheid licht, zo je wil. Hè? Daar heb je met als er veel licht zoals nu... Hebben we daar geen last van, maar het komt nog steeds als een heleboel losse fotonen bij je binnen. Als je echter 10 miljard keer minder licht hebt, dan krijg je er last van. Want dan gaat het niet meer in vol ornaat op je af, maar het licht druppelt als het ware binnen. En dit is een voorbeeld gemaakt van een opname van de uitgangskant van een beeldversterker, die weinig belicht werd. En je ziet echt elk wolkje wat je hier ziet. Begon door één foton aan de ingangskant. Hè? En dus, als je dit waarneemt, hè, dat zou bijvoorbeeld een uniform vlak kunnen zijn, dan ruist het. Hè? Maar ook als hier iets achter staat, een hoofd of zo, of kijkt met een beeldversterker met heel weinig licht naar het hoofd van meneer Einstein, dan zou je dat hoofd wel zien, maar door de ruis heen, want het licht komt alleen als soort hagel binnen. Hè? Dat heet ook hagelruis. Het soort ruis wat hier ontstaat. En dan kom je ook tot de essentie van een beeldversterker. Waarom gebruiken we niet camera's, hè, zoals hier ook voor livestreams gebruikt wordt, gevoelige camera's, Sony heeft zelfs een nightshot. We hebben ook een hele gevoelige CMOS-camera ontwikkeld, speciaal voor toepassing als er weinig licht is. Maar zo'n CMOS die voegt nog heel veel meer ruis zelf toe. Ik heb hier een rekenvoorbeeldje gemaakt, dat als je naar één pixeltje kijkt, hè, één pixeltje op dit beeld of op de camera, Je doet 1000 frames, 10 seconden wacht je en dan kijk je wat is het niveau bij het laagste lichtniveau. Dus hoeveel elektronen heb ik binnengekregen en hoeveel ruis is er ontstaan. Dan ziet bij het beeldversterker dat zo uit. Het is het signaal en met één ruis elektron. Bij een gevoelige CMOS-camera is er wel iets meer signaal, want ze zijn iets efficiënter in het omzetten van de fotonen naar de elektronen. Maar een heleboel ruis, dus het signaal verzuipt in de ruis. Dus daarom zijn CMOS-camera's zelf de meest gevoelige. Nog lang niet gevoelig genoeg om echt bij de donkerste nachten te gebruiken. Nou, is hier weer een filmpje die het niet doet. Laat u dat toch even zien. Want dan ziet u ook hoe zo'n nachtzichtbeeld eruit ziet. En hoe je het kan erkennen waarom je eigenlijk uiteindelijk van die ruis wel af zou willen. Eerst is een CMOS-camera. Een gevoelige CMOS-camera. En dat is bij ons in zo'n testgang. En dit is light level 2. Dus al nacht, maar nog een vrij lichte nacht. Met je oog zou je hier nog redelijk kunnen zien. Light level 3 zie je met je ogen nog maar heel weinig. Maar met zo'n gevoelige CCD zie je nog wel wat. Light level 4, ja, dan zie je een beetje de hele rode lijnen. En light level 5 zie je totaal niets meer. Nu krijgen we hetzelfde serietje met een nachtzichtcamera. Hè? Dus echt met zo'n fotokathode. Dat is night level 2. Hetzelfde verhaal. Night level 3 begon de gewone CMOS al wat moeite te krijgen. Dan ruist het hier wat meer, maar je kan het nog prima zien. Night level 4 ruist hier weer meer. En tenslotte night level 5. Hè? Dus dat zijn echt de donkerste omstandigheden waarbij je dan nachtzicht zou willen gebruiken. Dan ruist het wel heel behoorlijk, hè? Maar je ziet nog steeds... Zeg maar de wat grotere details op het plaatje. Oké, dus het slechte nieuws van het eerste stukje over ruis is dat het eigenlijk is het best een fundamenteel fysisch verschijnsel. Hè? Het ruis komt door de fotonen, door de losse fotonen. Dus uiteindelijk, als je bij heel laag niveau wil kijken, kan je die ruis uiteindelijk nooit wegkrijgen. Twee is wel, het goede nieuws, er is nog steeds verbetering mogelijk. We zijn laatst met een nieuwe reeks producten gekomen waar we bijna een factor 2 de ruisprestatie hebben verbeterd. En we zitten nog een factor 3 van de theoretische limiet af. Dat is vrij fundamenteel fysisch onderzoek, een beetje te vergelijken met een beter rendement van zonnecellen of zo. Maar theoretisch kan je nog een factor 3 beter gaan, dus een factor 3 minder ruis hebben dan huidige producten hebben. Het tweede stukje om naar het ideaal te komen. Kleur. Klein grafiekje. Hier staat uitgezet de golflengte. En hier de gevoeligheid.
En dit stukje, de regenboog is natuurlijk het stukje van de golflengte waar het menselijke oog voor gevoelig is. Hè. Een kleine golflengte is paars, dan wordt het naar groen, geel, rood. Maar dan is het licht, als fysisch verschijnsel gaat gewoon door, alleen het menselijke oog ziet het niet meer. Hè. En dan noem je het infrarood. De blauwe curve is hoe een beeldversterker gevoelig is. Dit geeft eigenlijk aan hoe het oog gevoelig is. Hè. Dat oog is wat smaller gevoelig. De rode lijn aangeeft in een hele donkere nacht hoeveel fotonen er aanwezig zijn. Hè. Dan zie je dat er al flink wat meer in het infrarood zitten dan in het zichtbaar gebied, het aantal fotonen. Dat is een probleempje, hè, want de beeldversterker gebruikt dus dit gebiedje waar nog relatief veel fotonen zijn wel. Het kleuren, het zichtbaar gebied niet. En dus als je een kleurenbeeldversterker zou willen maken, ja, welk kleur geef je dit stuk dan? En ik zal een voorbeeld geven van een fotootje van TNO. Waarvoor dank. Er zijn twee scènes vergeleken, gewoon overdag gemaakt en een beeldversterker. En je ziet bijvoorbeeld die bladeren heel duidelijk. Die zijn overdag donker, kijk maar naar buiten, de bladeren zijn donkergroen. Altijd als je een nachtkijker kijkt, zijn bladeren heel licht. En dat komt omdat ze in het infrarood heel goed reflecteren. Ons oog ziet het niet, de beeldversterker ziet het wel. Nou, wel een probleempje, hè? Want je moet eigenlijk, als je de kleuren wil aanbrengen, dan moet je het infraroodstuk weglaten. Want er zit informatie die het oog niet ziet, dus ook niet kan gebruiken. Hè, dat betekent dat je sowieso al driekwart van het aantal fotonen weggooit. En twee, als je volgens kleuren pixels maakt, hè, RGB, net zoals dit schermpje hier, ik kan het zien, jullie niet, hè, het is allemaal rood, groen, blauw. Eén pixel opgebouwd uit rood en groen en blauwe. Als je dat op je camera gaat doen, op je nachtbeeldversterker, dan gooi je nog een keer 2/3 van het licht weg. Want een groen foton wat op een blauwe pixel valt, dat wordt tegengehouden. En dus je gooit 3/4 weg, pak een beet, door het infrarood niet te gebruiken. En je gooit nog een keer 2/3 weg, doordat je de pixels alleen de kleur doorlaat van het licht wat komt. Dus zonder meer kleur in beeldversterker zoals het nu zit, dat gaat wel ten koste van een heleboel andere goedheden, met name de ruis. En daar ging nou in eerste instantie het om weinig ruis te hebben. Edoch, er zijn oplossingen, maar dan moet je digitaal gaan. En dan moet je met een digitale beeldversterker werken. Die hebben we ook. Dat is heb je een fotokathode die direct elektronen projecteert in een CMOS-cameraatje. En dan kan je met cameratechnieken, met beeldbewerking, kan je op bepaalde manieren kleur terugbrengen. Ik zal even twee kort aanstippen. Eén is dat je niet elk pixeltje rood, groen, blauw hebt, maar dat je hier en daar, en dit is een voorbeeldje, in werkelijkheid doen we het met nog minder rood, groen, blauw pixels, dat je hier en daar kijkt, hey, wat is rood, wat is groen, wat is blauw. Maar dat je de meeste pixels gewoon de pixels zijn die over het hele gebied de fotonen ontvangen. En dan met een computer inkleurt wat het beeld ongeveer zou kunnen zijn. Je verliest wel wat kleurresolutie, maar je handhaaft de oorspronkelijke resolutie. En het valt nog niet eens zo heel erg op dat niet elk, hè, dat de kleur, de resolutie in kleur wat minder is dan de zwart-wit resolutie. Een tweede, ontwikkeld door TNO Photosynthalis, is Color the Night. Het is dat je valse kleuren aanbrengt. Hè, dat je zegt, als een auto blauw gelakt of rood gelakt, of interesseert me eigenlijk niet, maar ik wil wel het contrast van die auto in kleur zien. Hè, dat je met valse kleuren gaat werken. En daar is hier een voorbeeldje van. Dus gewoon het daglichtopname in kleur. Dit zijn twee verschillende delen van het spectrum wat opgenomen is. En je kan dit op die of die manier vals inkleuren. Dat kan ook. Dan krijg je wel meer contrast, maar je krijgt nooit de echte kleuren terug. Ten slotte, afmeting en gewicht. Hoe ver staan we af van die hele dunne bril waar je gewoon doorheen kan kijken en het perfecte beeld ziet? Het device wat nu je zag, dus kan ook buiten een soldaat ermee rond zien lopen. Hij ziet er zo uit, hè, waar is zo'n 10 centimeter lang. Je hebt objectief, net als voor de camera, hè, die projecteert beeld op de beeldversterker. Dat is dat rode ding. Vervolgens kijk je weer met een loop, kijk je dan naar het uitgangsvenster van die beeldversterker. Je hebt nog een batterij nodig. Hè? En voilà. Bij elkaar 10 centimeter lang. En 450 gram zwaar. Belangrijk volume is de beeldversterker.
Hebben we een prototype, hebben we iets ontwikkeld wat heel veel kleiner is dan de bestaande. Dus in plaats van 30 mm nog maar 6. Maar dan moeten we kijken met onze klanten, want we maken zelf geen systemen. Hoe je daar een heel veel kleiner systeem mee zou kunnen maken, is nog niet compleet evident, maar het geeft in elk geval, het schept mogelijkheden. Dus we staan nog een stukje af van de Google Glass-achtige bril, maar we gaan wel die kant op, stap voor stap. En dat heb je soms met grensverleggingen. Als je naar zakenreizen kijkt, in het verleden ging je met de koets. Nu gaan we met vliegtuig. En het optimale ergens, dat zou zijn beamen. Dat je een knopje drukt en je wordt hier afgebroken en Australië weer opgebouwd. Dat is het ideaalbeeld. Maar daar zitten veel stappen tussen. Die moet je stuk voor stuk nemen. Nachtzicht zien we dan zo. Oorspronkelijk had je alleen het ongewapende oog en dan moest je alleen maar trainen 's nachts. En voor de rest zag je wat je zag en dat was niet veel. Nu hebben we helderheidsversterkers waar je beduidend veel meer ziet. En stapje voor stapje gaan we naar het ideaalbeeld, zoals eerder beschreven. Dank u wel.